2002 hebben we onze UFO hier neergezet, waar we best wel wat publiciteit mee hebben gehaald. En wat voor de omgeving denk ik wel best wel een landmark is. Wij zitten in heel veel verschillende sectoren, van heel klein tot heel groot. We zijn in 1986 begonnen met wat kleiner werk voor de plaatselijke aannemers. Toen zijn we doorgegroeid eigenlijk op landelijk gebied. We maken staalconstructies in de breedste zin des woords. Dat was voor gebouwen, voor kantoren. Als mede voor de betonindustrie, de asfaltcentrales. En dan moet je denken een hele grote project en dat doen we dan het hele jaar door. Of het hele land door, laat ik het zo zeggen. Sinds een jaar of vier doen we ook lichtinstallaties plaatsen op de voetbalvelden, waar we ook heel veel publiciteit mee hebben gehaald. Nou, dat is heel divers. Dat bestaat voor een gedeelte uit aannemers, architecten, rechtstreeks voor opdrachtgevers, projectontwikkelaars en ook weer met name de voetbalclubs en eventueel bijvoorbeeld in Australië hebben en de cricketbond hebben spullen geleverd. Dus het is heel divers. Als ik kijk, we zijn in 1986 met 7 medewerkers begonnen. Nu zijn we met een 36-tal. En die kun je dan onderverdelen in verschillende groepen. Zeg maar. We hebben wat boven in de UFO zit, dat zijn, ik noem het altijd, de slimmerikken. Daar zitten de constructeurs, de tekenaars die alle ideeën op papier moeten zetten. Daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen productie, spuit- en montageafdeling. Zodat wij een project van A tot en met Z helemaal in eigen hand kunnen bewerkstelligen voor de diverse klanten. Om de zoveel jaar probeer ik een nieuwe strategie, een nieuwe visie te ontwikkelen. En dan ga je kijken van waar hebben klanten behoefte aan. Ik denk dat klanten behoefte hebben dat wij proberen hun probleem op te lossen. En in ieder geval te zorgen dat we op een heel breed terrein dat we voor hun van betekenis kunnen zijn. Zodat wij ook echte meerwaarde kunnen creëren voor onze opdrachtgevers. Als ik kijk het imago, dan wil ik dan eigenlijk zo'n beetje samenvatten van wat is onze visie. Dat is samenbouwend aan de toekomst met oog voor detail. En dan zichtbaar anders zijn. Dus het onderscheidend vermogen ten opzichte van onze collega's. En dat is best wel moeilijk, maar daar probeer je dan samen aan te werken van hoe gaan we dat gestalte geven. En dat is best wel een moeilijk proces. En dat moet je proberen te delen met je eigen medewerkers of met jouw omveld, zoals je dat noemt. Van hoe kijken wij er tegenaan, hoe zie jij dat? En dan probeer je dan een visie of een missie voor te bepalen. En die missie die kan elk jaar kan die natuurlijk veranderen, want de wereld om ons heen die verandert helaas heel snel. En daar moet je als ondernemer heel snel bij zijn, want anders, ik zeg als uitspraak, als we vandaag hetzelfde doen als wat we gisteren deden, dan bestaan we overmorgen niet meer. Dus je moet constant proberen te vernieuwen, te veranderen en alles te verbeteren. Ik denk dat daar het geheim in zit en ik denk dat daar ook de kracht van de innovatie in zit. Het is natuurlijk op dit moment zo'n beetje het mode of het toverwoord, maar ik zeg altijd, dat zijn mijn drie V'tjes. Dat is datgene wat je doet, moet je eerst verbeteren. Dan kun je het veranderen en dan kun je het vernieuwen. Dus innovatie moet altijd in die volgorde gaan. En zo zijn wij als bedrijf, maar ook als persoon ben ik zo gegroeid. Dus wil je echt innoveren, dan heb je gewoon die stappen nodig. Ik zeg altijd, je begint als kleuter en je wordt langzaam volwassen. En dat geeft dan ook kennis en de kunde om dat te kunnen doen. Ik zeg altijd, dat zijn dan de D's die ik heb. Durf te dromen, durf te doen, maar vooral durf door te zetten. En ik denk dat heel erg belangrijk is, dat doorzettingsvermogen. Blijf geloven in jezelf en blijf vooral jezelf. Als ik dan kijk in mijn familie heb ik natuurlijk ook best wel een netwerk, want ik denk dat daar de ondernemers een beetje oververtegenwoordigd zijn. Dus je hebt een privé netwerk. Ik heb altijd veel in sport gedaan, dus dat is ook een heel groot netwerk, ook natuurlijk via het werk wat ik doe. En met name dat ik sinds 8 jaar actief ben in de politiek en dan krijg je weer een heel ander netwerk. Dus ik mag best wel zeggen dat ik heel wat mensen ken en die mij kennen. Ik denk dat wel belangrijk is. Ja. Jazeker, als ik naar mezelf kijk, ik denk dat is de maatschappelijke verantwoording die je hebt. Want ik probeer in ieder geval mijn bijdrage
via de politiek te leveren, dus voor de gemeenschap. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld erkend leerbedrijf. We hebben elk jaar of elke week wel een stagiaire. En of het nu een moeilijk opvoedbaar kind is, of iemand van de LTS of van de MTS, het maakt niet uit. Dat doen we. Daarnaast hebben we heel intensief contact hier met het Dendron College. Bijvoorbeeld sponsoren we dan de werkkleding voor. Daarnaast sponsoren we op dit moment bijvoorbeeld de korfbalclub hier in Hegelsom. Bij voetbalverenigingen, we geven aan goede doelen. Bijvoorbeeld de laatste hebben we van de Kika's, voor de Zonnebloem. Dus je probeert toch op de een of andere manier je maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf, maar ook als persoon, probeer je naar buiten toe te dragen. Ja.